Ondanks de financiële crisis is er nog steeds een behoorlijke vraag naar diverse vergunningen. Dit zegt minister Saskia Walden van Economische Zaken. Er worden nieuwe vergunningen voor brandstofexploitatie en winkels aangevraagd, terwijl de bestaande vergunninghouders hun vergunning verlengen. Volgens de bewindsvrouw is er nog steeds behoefte om te ondernemen. En dat is goed om te blijven ondernemen in Suriname. Tegelijkertijd moet ik u wel toegeven dat de kwesties over beschikbaarheid van valuta, het inderdaad, gecombineerd natuurlijk met de COVID-situatie, het inderdaad een grotere uitdaging maakt voor ondernemers. Maar met goede afspraken, met goed fatsoen, zoals het hoort in een samenleving, dat er wetgeving is en dat men zich houdt aan de wetgeving, is dat op te lossen. Walden zegt dat ten aanzien van de valutakwestie er andere zaken spelen, waardoor de staat benadeeld wordt. Als voorbeeld geeft ze aan dat exportwaarde vaak niet hetzelfde is als wat wordt aangegeven. We hebben nu dus de kwestie tekort aan valuta. Maar wat we zien, dat de cijfers die worden aangegeven achter zijn exportwaarde in Suriname, zegt iemand exporteert zoveel kip hout, dat het niet altijd overeenkomt met wat gerapporteerd wordt aan de andere zijde. Dus de prijzen worden laag gehouden, zodat er minder gerepatrieerd hoeft te worden. En dat is niet gewoon oneerlijk. Ik vind het bijna crimineel, omdat het land zo miljoenen, honderden miljoenen in feite kwijtraakt. En dat moeten we niet toestaan. En inderdaad, samen met financiën, samen met Juspol, samen met de centrale bank, de douane, alle actoren erbij, moeten we dit op goed fatsoen weer brengen in binnen ons handelsverkeer, zodat iedereen inderdaad de juiste, zowel rechten en plichten nakomt. Minister Saskia Walden van Economische Zaken afgelopen woensdag bij het kabinet van de vicepresident.